Goedemorgen gemeente, jongeren, ouderen, ook de gasten in ons midden vandaag. U en jij die hier in de kerk aanwezig bent of thuis via het internet met ons verbonden, van harte welkom in deze dienst. Ik heb voor u eerst een overlijdensbericht. Gisteren 20 juli 2024 is overleden in de leeftijd van 89 jaar broeder Gerrit Drost. Hij woonde in de Meent aan de Grote Beer 10 in Veenendaal, afdeling Scheepjeshof. Aankomende donderdag 25 juli is er gelegenheid tot condoleren hier in onze kerk van 9:45 ochtends tot 9:15. En dan aansluitend om 10:30 is er een samenkomst van woord en gebed in onze kerk. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats de Munkenhof. We zullen zo onze broeder in de dienst gedenken. We wensen zuster Drost, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie Gods onmisbare troost en nabijheid toe. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. En de schriftlezing voor vanochtend, die kunt u vinden in Openbaring 3, de versen 7 tot en met 13. We vervolgen de prekenserie over de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Het thema voor de prediking is de Opendeurkerk te Philadelphia. Mededelingen namens de kerkraad. De fysieke collecte tijdens de dienst is bestemd voor de diaconie. Een deel daarvan gaat naar Stichting Gevangenzorg Nederland. Deze stichting geeft dagelijks gehoor aan de Bijbelse opdracht van Jezus zelf uit Matteüs 25. Waar staat, ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Ze geven gevangenen hulp op weg naar een nieuwe toekomst zonder criminaliteit. Ook bieden ze een luisterend oor voor gevangenen en families die vaak te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid en schaamte. De vrijwilligers doen dit vanuit het geloof in herstel en vanuit de Bijbelse overtuiging dat gerechtigheid ook vraagt om barmhartigheid. En de bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken, bij voorkeur maandelijks. Dan in verband met de begrafenis van broeder Drost, donderdagochtend 25 juli, komen de werkzaamheden van de tuingroep te vervallen. We beginnen nu deze dienst met het zingen van de voorzang, dat is Psalm 24, vers 5. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een rijk gezegende dienst toe. Thank you.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik wil u vragen om indien mogelijk van uw zitplaats op te staan. Na een periode van afnemende krachten is in de nacht van afgelopen vrijdag op zaterdag door de Heere thuisgehaald onze broeder Gerrit Drost. Hij mocht 89 jaar worden. Hij wist zich bereid om de Heere te ontmoeten. In Psalm 42, vers 5, die zong hij graag. Een psalm die zingt over het verlangen naar God en over de uitkomst die je van hem mag verwachten. Laten we hem gedenken door het zingen van deze psalm. Psalm 42, het vijfde vers. We luisteren samen naar de 10 geboden. Vervolgens zingen we uit Psalm 15, het eerste en het tweede vers. Zongen we als voorzang al een psalm die past bij de verkondiging over de poorten die opengaan. Dan is het ook nu een psalm die erbij past. Want er wordt gevraagd, wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie mag bij u binnenkomen? Wie gaat de deur open? En dan wordt er ook een antwoord op gegeven.
Psalm 15, vers 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. We mogen in ons gebed tot God gaan en ook een aantal mensen in het bijzonder noemen. We denken aan de nabestaanden van broeder Drost. We denken dan bijzonder aan onze zuster Drost van Heteren,
van de Prins Bernhardlaan, 138C, die weduwe geworden is. We denken aan broeder en zuster Adrie en Riek Drost van de Dijkstraat, 176. En ook de andere kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. In het gebed denken we ook aan zuster Geri Houdijk van de Hertogenlaan 14. Ze is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege pijn in haar rug en darmklachten. Ze is weer thuis, maar ze heeft nog veel pijn. We danken samen de heren met Nina Hendriksen van de Bosmahof 74. Er zijn bij de hartonderzoeken geen afwijkingen geconstateerd. We denken ook aan broeder Diepeveen van de Spoorlaan 11. Die heeft te horen gekregen dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn. En die wordt er ingezet op een operatie halverwege augustus, waarbij de darmtumor verwijderd zal worden. Zullen we tot God gaan in ons gebed. Heer in de hemel, wij danken u dat u de deur openzet. De deuren van dit kerkgebouw mochten opengaan. We mochten binnenkomen. En nu mogen we in ons gezamenlijke gebed ook tot u komen. En dan zijn we dankbaar, heren, dat de toegang vrij is door Golgotha. En dat we vrijmoedig mogen komen op grond van het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo willen we in het gebed tot u naderen. Tot de troon van uw genade. Heer, en als we dan de Bijbel lezen over uw troon, dan straalt dat iets uit van uw glorie en grootsheid en heerlijkheid. Voor ons amper te beseffen. Eigenlijk kunnen wij er ook helemaal niet komen. Maar wat een genade. Dat het toch kan. En wij willen u daarvoor danken, Heer. Dat we met vrijmoedigheid, persoonlijk, maar ook als gemeente, tot u mogen komen. Met alles wat er bij ons van binnen leeft. Met alles wat we voelen en ervaren. Met alles wat we denken en zeggen. Machtige Heer in de hemel, wij komen bij u. En dan weet u wie we zijn, heren. Dan kent u ons, misschien wel in de vreugde en dankbaarheid vanwege vakantie, vanwege lekker weer, vanwege leuke dingen die gedaan zijn en er nog aankomen. Maar u kent ons ook in onze kwetsbaarheid. In onze schuldigheid. U kent ons in alles. In alle aspecten van het leven. En heren, dan vragen wij u eerbiedig. Wilt u ons dan vanmorgen uw genade bewijzen? Wilt u ons een gezegende dienst geven? Wij beseffen, heren, dat we ergens nergens recht op hebben. Dat we helemaal geen rechten hebben om iets van u te verwachten. Maar heren, u wilt toch graag uw kerk bouwen. Nou, bouw ons dan in het geloof. Werk geloof, versterk geloof en geef ons zo een gezegende dienst. Stuur onze gedachten, onze woorden, wat er gespeeld wordt op het orgel. Zegent u onze gaven, zegen de lezing en verkondiging van uw woord, heren. Zegt u ons als we hier aanwezig zijn. Maar zegent u ons ook als we deze dienst op afstand beleven. We vragen u ook om uw zegen voor de oppas, voor de parel. En zo kijken we op naar u, heren. Oud en jong, groot en klein. Met veel ervaring in het geloof of eigenlijk nog heel erg zoekend. Wilt u ons zegenen en door uw geest ons kneden en vormen. Opdat we mogen groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Grote God, wilt u ook onze ogen openen voor als er misschien blinde vlekken zijn? Wilt u onze ogen openen voor die dingen waar we ons van moeten bekeren? We bemoedigen ons, vertroost ons en vermaan ons. Heren, in bijzonder vragen we u om troost voor de nabestaanden van broeder Drost. Heren, hij is op hoge leeftijd gekomen. Het ging uiteindelijk toch wel heel snel. Heren, aangrijpend is dat. Voor onze zuster Drost, die bijna 66 jaar met hem getrouwd mocht zijn. Heren, dat is toch een klap. En dan weet je dat het moment komt, maar is het zo onwerkelijk om nu de begrafenis te moeten voorbereiden. Heren, wees u bij onze zusters.
Troost haar. Geef haar kracht en geef dat ze in alles mag opmerken dat u er ook voor haar bent. We denken ook aan de kinderen. Heere, wees ze nabij. Bijzonder ook onze broer en zuster Adrie en Riek. Geef, Heere, wat ze nodig hebben. Help ze om dit in goede orde te kunnen voorbereiden. Op een waardige manier afscheid te kunnen nemen van hun vader en schoonvader. Zegent u hen met de andere kinderen erbij. Geef dat ze allemaal uw hand mogen opmerken. Zegt u daarin ook de kleinkinderen en de achterkleinkinderen en de verdere familie. Heren, wij vragen u zo om uw zegen voor nu, voor de komende week, ook voor de uitvaart van komende donderdag. Heren, we denken ook aan anderen. Misschien wel juist in zo'n vakantieperiode, als het wat stiller is, die lege plek ervaren. Dat je die leuke herinneringen niet meer kunt delen. Dat je niet meer kunt. Dat het soms eenzaam is. Heere, troost ons en wees ons dan nabij. En geef ons vooral ook vooruitzicht, toekomst. Omdat we geloven in u. Heere, wees u ook, zuster Gerry Houdijk, nabij. U weet, Heere, van de opname in het ziekenhuis. U weet ook van de pijn die ze nog steeds heeft. We vragen u, Heere, wilt u die pijn verlichten? Geef medische wijsheid. Zegent u onze zuster, zegent u haar man. Laat u ze niet los, Heere. Want ze hebben u hard nodig. Heere, we danken u samen met Marcel en Janine dat Nina Hendriksen een goede uitslag gekregen heeft. Heere, die hartonderzoeken, dat was nodig. Het was niet eens spannend. Maar nu er geen afwijkingen zijn geconstateerd, mogen we die zien opgelucht ademhalen en mogen we ook onze dank bij u brengen. Dank u wel, Heere, dat het zo is. En wilt u ze zo als gezin van harte uw zegen geven in alle aspecten van het leven. Heere, wilt u bij ons allemaal zijn als wij gezin hebben. Zegent u ons als we kinderen mogen opvoeden, als we voor ze mogen zorgen. U weet van de vreugde daarin, maar u kent ook de zorgen. U weet, Heere, dat soms juist door het gemis van de structuur van school het pittig kan zijn. Wees ook dan nabij, Heere. Geef ons alles wat nodig is. Maar zegent u ons ook als we alleen door het leven gaan. Geef ons ook dan een leven ten dienste en tot ere van u. Heere, wij danken u dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn bij broeder Diepeveen. Het is toch allemaal spannend geweest en nog steeds, maar Heere, hier zijn we dankbaar voor. We danken u dat er ook nu heen gewerkt kan worden naar die operatie, halverwege augustus. Geef Heer dat onze broeder mag aansterken en dat hij deze operatie, deze thee mag ondergaan. En dat we in dat alles uw hand mogen zien. Zegent u hem, zijn vrouw, de kinderen, de kleinkinderen. Geef Heer dat ze het in alles van u mogen verwachten en uiteindelijk u ook mogen eren. Heere God, zo kijken we op naar u. En Heere, dan kent u onze persoonlijke verhalen. En we leggen het voor u neer. En geeft u ons dan wat u nodig vindt voor ons. Schenk ons uw vergeving, uw liefde. Verstoor de boze en werk met uw geest in onze harten. En geef wat alles zo mag zijn, tot de eer en glorie van uw heerlijke naam. Om Jezus wil. Amen. De gemeente, we vervolgen onze reis, zou je kunnen zeggen. Op het plaatje kun je die rondjes weer zien. En het is een beetje een omgekeerde V, jongens en meisjes. We begonnen aan de kust, aan het water en gingen zo omhoog. En nu gaan we weer naar beneden. En dat rode rondje, daar is Philadelphia. Dat is de plaats waar we deze keer zijn aangekomen. En elke gemeente krijgt een eigen brief van de Heer Jezus. En deze brief zou ik willen typeren met dit plaatje. Nou, dan zie je al wat dat is, hè? Een open deur, ik zie het al. Ja, een open deur wordt er al gezegd. Ja, dat klopt. Want weet je, als we deze brief gaan lezen, dan zegt de Heer Jezus: ik heb jullie een open deur gegeven. Maar waarom zegt de Heer Jezus dat? Waarom vindt hij het belangrijk om tegen deze gemeente te zeggen: de deur staat open?
Nou, dat wordt natuurlijk in de preek nog meer duidelijk. Maar het is in ieder geval een belangrijk punt van typering. Zullen we gaan lezen? Uit Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. En vervolgens zingen we... Ja, welzalig dien gij hebt verkoren, die gij uit al het aardse gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis, dat je binnen mag komen. Dat heeft ook te maken weer met die deur. Psalm 65, vers 2 en 3. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht, en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Als ik deze gemeente wil typeren als een open deurkerk, dan is het ook mooi om na de preek te zingen: Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. We zingen Psalm 118, vers 10 en 14 na de verkondiging. En het thema is dus de open deurkerk te Philadelphia. En die open deur, daar lees je van in vers 8. Ik lees dat vers nog een keer. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. De open deurkerk te Philadelphia. Drie punten als structuur voor de preek. Jezus opent de deur naar boven, naar buiten en uiteindelijk ook naar binnen. Naar boven, naar buiten en naar binnen. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus, u vanmorgen hier in de kerk en u die op afstand verbonden bent. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik mijn auto wilde gaan wassen. Alles klaargezet, slang erbij, Emmen met sop erbij en ook de kinderen in de buurt. En toen kwam er een man voorbij lopen. En die keek zo, drie kinderen, drie jongens, wat mooi. En die begon in één keer een praatje te maken. Vertelde dat hij zelf ook drie kinderen had. Maar hij vertelde vooral over zijn moeilijke leven. Dat hij het ontzettend zwaar gehad had. Hij vertelde over een leven met alcohol op achter het stuur. Een echt stratenmakersleven. Tatoeages overal op zijn lijf. Hij vertelde over drank, drugs, over in de bak zitten. Ik heb echt een slecht leven gehad, hoor. Ja, en zo gingen er steeds meer deuren dicht in zijn leven. Want hij mocht zijn kinderen niet meer zien. Op zijn werk was hij niet meer welkom. Thuis ging het mis, zijn familie. Wie had hij nog? En hij vertelde: toen riep ik naar God. Als u er dan bent, help me. En God heeft me geholpen. Hij kwam erachter dat ook als er deuren om je heen zijn die dicht zitten door je eigen schuld of door omstandigheden, dat er een deur is die open is, de deur naar God. En hij pakte uit zijn broekzak een kaartje en die gaf hij mij. Let erop de tekst, Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat ieder die in hem gelooft, het eeuwige leven heeft. Korte samenvatting. En toen zei hij: geloof je ook? Ik zei: ja, ik ben dominee. Oh, nou, toen bleef hij nog langer praten. En zo hadden we nog een heel mooi gesprek over deuren die dicht kunnen in je leven. Maar vooral ook dat wonder dat die deur naar boven, dat die open is. Nou, en dat wonder, daar mag de gemeente van Philadelphia ook op gewezen worden. Want zij ervaren heel veel dichte deuren. De deur naar hun geestelijk leider, Johannes, is dicht. Die is op Patmos. De deur naar familie is vaak dicht. Want als je geloofde in Jezus, dan hoorde je niet meer erbij. De synagoge wordt hier de synagoge van de Satan genoemd. Die deur zit ook dicht. Het hart van veel mensen zit dicht voor het evangelie. En uit buitenbijbelse bronnen weten we dat er heel wat christenen zijn geweest die ook daar op de brandstapel gezet zijn. Deze gemeente heeft te maken met vervolging, met verdrukking. En om zich heen zien ze dus vooral gesloten deuren. En als ze omhoog kijken ook. Want daarboven staat de tempel van Janus. Nou, Janus, weet je wat zijn naam betekent, jongelui? De naam Janus betekent deur. En hij is degene met de sleutel. Hij is degene die afgebeeld wordt, als je het zoekt, met twee gezichten. Dus met twee voorkanten. Misschien niet een achterhoofd, maar twee gezichten. Hij kijkt naar het verleden en hij kijkt naar de toekomst. En Janus die bepaalt wanneer iets open gaat, wanneer iets verder gaat.
Hij is de God die regeert over Philadelphia, over het Romeinse Rijk. En onze maand januari, de deur naar het nieuwe jaar, precies het kantelpunt, is hiervan afgeleid. En als de christenen daar dus om zich heen kijken, gesloten deuren, en dan is daar diegene die vereerd wordt, die Janus, die bepaalt het. Die doet de deur open, die doet de deur dicht in je leven. En je kunt je indenken dat dat heel veel impact heeft. En ja, dan lezen we in vers 8, u hebt weinig kracht. Dus ze voelen zich klein, kwetsbaar, het is ingewikkeld voor ze. En zij ervaren dus in die gemeenschap gesloten deuren. Maar dan komt de Heer Jezus naar Johannes op Patmos en die zet de deur van de hemel als het ware wagenwijd open. En hij zoekt Johannes op Patmos op. De deur gaat open, zodat ook deze gemeente iets mag horen van hem. En als je dan even iets dus inbeeldt van die stad, en je daar dan de woorden van Jezus in vers 7 tegenover zet, dan is dat een machtig woord. Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Ik heb de sleutel, gemeente. En wil je dit woord nog wat beter begrijpen, dan moet je naar het Oude Testament. In Jesaja 22 bijvoorbeeld. Dan is er in het tweestammenrijk een koning met de naam Hiskia. En Hiskia die heeft iemand in dienst met de naam Sebna. En Sebna dat is een zogenaamde sleuteldrager. De hofmaarschalk was een ontzettend belangrijke man aan het hof van Hiskia. Het hoofd van de huishouding, de hofmaarschalk. Hij had de sleutel, ja, en denk dan niet aan de sleutels die wij hebben, maar misschien wel een speciale haak om grendels los te krijgen, om bijvoorbeeld bij de schatkamer van de koning te komen. Hij mocht bepalen wie bij de koning komt en wie niet. Hij had een belangrijke sleutelpositie. Nou, nu zegt Jezus, zo'n hofmaarschalk tot de vader, dat ben ik. Niet Janus draagt de sleutel, maar ik. En ik ben heilig en waarachtig. En als ik de deur open doe, dan doet niemand hem dicht, geen Janus of wie dan ook. Geen synagoge van de Satan, want ik bepaal. En ik heb u een geopende deur gegeven. En als je dat plaatje dus een beetje helder hebt van de gemeente en de situatie, dan is dit een machtige boodschap. Om zich heen die deuren dicht, op die heuvel, dat altaar, die tempel. En Christus die dan naar ze komt en zegt, zul je niet vergeten, gemeente, dat ik de sleuteldrager ben. Dat ik de hofmaarschalk ben tot de Vader. En dat als ik die hemeldeur open doe, dat niemand die kan sluiten. Geen Janus, geen buurman, geen gouverneur, niemand. Om je heen deuren dicht, maar die deur staat open. En gemeente, als wij nou eens naar ons eigen leven kijken, misschien zit er dan ook wel eens een deur dicht in uw leven. Misschien is het ook wel eens een deur dicht gegaan in jouw leven. Je kunt die dichte deuren tegenkomen in je familie, in je gezin. Misschien ging een deur naar ouders dicht. De deur naar kinderen. De deur naar kinderzegen. Je relatie liep op de klippen. De deur in de opleiding, hij bleef maar dicht. Die deur op je werk, gesloten. Misschien zitten er hier in de kerk of misschien vooral ook thuis. Mensen die zeggen, ja, de deur van mijn huis moest ik dicht doen. Ik kon er niet meer blijven wonen, dat huis dat ik zo lang gewoond heb. En ik vind het moeilijk. Misschien ging de deur van uw goede gezondheid wel dicht. Ging op een gegeven moment zelfs de deur van behandelingen dicht.
We kunnen alleen nog maar pijnbestrijding doen, meneer. Misschien worstel je. Misschien denk je op dit moment wel aan die ene deur die je misschien al jaren open zou willen krijgen. Maar het lukt niet. En je kijkt om je heen en je denkt, waarom gaat die deur nou niet open? Waarom is het contact verstoord? Waarom loopt het nou zo? En ergens kijk je dan soms omhoog en wat zie je? Dan zie je een soort Janus. Een grote macht die het dan regelt. En dan komt de Heer Jezus vanmorgen naar u, naar jou en naar mij toe. En hij trekt als het ware al onze aandacht naar hem toe. En zegt, ik ben de Heilige. De waarachtige. Ik ben God. En ik heb een deur geopend. Een gemeente in Veenendaal. Al is de deur naar je ouders, hoe pijnlijk ook, misschien dicht. Al is de deur naar kinderen, misschien gesloten. Al zijn de deuren in je leven die dicht gaan. En je rommelt. En je trekt en je duwt en alle sleutels probeer je. Misschien lijkt die deur maar niet open te willen. Hoe graag je het ook wil. Maar er is een deur die altijd open is. Zullen we dan ervoor uitkijken dat we alleen maar focussen op die deuren die dicht zijn? Maar zullen we vooral met dat wat ons raakt naar die deur gaan? Die wagenwijd open staat. En broeders en zusters, wat een wonder is dat, hè? Misschien denkt u intussen aan deuren in uw leven waarvan u zegt, die hebben zij dicht gedaan. Dat komt door hem. Dat heeft zij gedaan. Maar als het gaat over die machtige deur van de hemel, dan hebben wij die dicht gedaan. Dan zorgen wij ervoor, misschien wel keer op keer, dat God alle reden zou hebben, ik doe hem dicht. En als je dan hem toch weer open wil krijgen, dan doen we alsof het een escape room deur is. Er zijn hier waarschijnlijk heel wat die een escape room hebben gedaan. Nou, dan word je een uur opgesloten, de tijd tikt, en dan moet je codes kraken, je moet puzzels oplossen, zodat je zo snel mogelijk die deur open krijgt. Maar daar heb je heel je leven misschien voor nodig, maar die deur naar God krijg je zelf niet open. We doen hem eigenlijk verder dicht, door onze zonden. En het netjes leven, veel bidden, kom je er uiteindelijk niet. En nu komt de Heer Jezus naar ons toe. Als we hier zitten, misschien ook wel vanwege schuld. Want ik heb misschien wel een deur dichtgegooid. En daardoor is het contact stroef. Komt de Heer naar ons toe. En hij zegt, ik doe de deur nou open. En wil je iets van het wonder begrijpen? Kijk dan naar de Heer Jezus. Die de hemel verliet en die in de kerstnacht geboren werd in Bethlehem, waar geen deur voor hem openging. Ja, alleen de staldeur. Hij wilde zo graag komen. Hij kwam van de troon om de deur open te maken. En op Golgotha, toen het zwaar werd voor hem, gingen de deuren dicht. Om hem heen was er niemand die medelijden toonde. Deuren gingen dicht. Zelfs de deur naar de hemel ging dicht. Zodat wij, als mensen die van nature deuren dichtgooien en dicht houden, vanmorgen mogen horen. Kijk omhoog. Zie, ik heb u een geopende deur gegeven. En proef daarin en zie daarin onze Heer Jezus Christus. Die die sleutel draagt in die doorboorde handen. Is dat geen wonder? Ja, als je iets daarvan beseft en wie je zelf bent, dan besef je dat is een genadedeur. En dan mag ik daar doorheen gaan. En wat ontvang ik? Ik verdien slaag, maar ik krijg vergeving. Ik verdien afwijzing, maar ik ontvang aanvaarding. Ik verdien straf, maar ik krijg vrijspraak. Levenskracht, stervensmoed, eeuwige zaligheid. Broeders en zusters, te midden van deuren die dicht kunnen zitten. En hoe pijnlijk het op dit moment ook kan zijn. Deur naar de hemel is open. Laten we dan met vrijmoedigheid toegaan naar de troon van zijn genade. Ja, de Heer Jezus die opent dus de deur naar boven, maar hij opent ook de deur naar buiten.
Tweede punt van de preek. Weet u hoe deze stad ook wel genoemd werd, wat de bijnaam van de stad Philadelphia was? Die stad werd ook wel Poort naar het Oosten genoemd. Weet je waarom? Omdat deze stad een sleutelpositie had in alle handelsroutes. Die stad was eigenlijk de poort naar het oosten. Van daaruit liepen er heel veel wegen richting het oosten, richting de rest van Turkije, toen nog Azië. En deze stad die had een hele belangrijke rol, ook voor het Romeinse Rijk, om de cultuur, om de beschaving, om die verder te brengen. Zodat die inwoners, die mensen die daar verderop in het land wonen, ook onze beschaving meekrijgen. Ja, en daar was niet alleen de god Janus belangrijk voor, maar had je ook nog een andere god, Dionysius. In het Latijnse naam Bacchus. De god van de wijn, de god van de vruchtbaarheid. Ja, daar moet het om gaan. En in die zin, zeg maar, zijn de deuren naar buiten eigenlijk dicht. Vanuit het perspectief van het evangelie gezien is er alleen maar dichte deuren. Want mensen vereren Janus, verwachten het van Bacchus. En de Joden, ik zei het net al, de synagoge van de Satan. Maar de Heer Jezus die maakt duidelijk, ik heb u een geopende deur gegeven. En dat kom je vaker tegen in de Bijbel. In 1 Korinthe 16 schrijft Paulus, ik heb nog een hoop te doen. Ik wil wel naar jullie toekomen in Korinthe, maar ik moet naar Efeze, want daar heeft de Heer mij een grote en krachtige deur geopend. De voortgang van het evangelie krijgt daar plaats. In 2 Korinthe 2 schrijft hij, de Heer heeft een deur voor mij geopend in Troas. Ik kon daar het evangelie kwijt. Dus als die deur open gaat, dan heeft dat dus te maken met dat het evangelie, het woord van God, verder komt in de cultuur. En hoe dan vooral? Naar vers 9. Dan mag je naar de Joden kijken. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van de tegenstander dus, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. De Jezus zegt, jullie hebben nu te maken met de synagoge van de Satan. Nou, Satan betekent tegenstander. Je staat recht tegenover mij en tegenover jullie. Maar ik ga ervoor zorgen dat jullie het evangelie kunnen delen met hen. En dat ze aan jullie voeten mij komen aanbidden. En dan wordt Philadelphia echt Philadelphia. Wat weet je wat Philadelphia betekent? Broederliefde. Daar gaat iets gebeuren. En dus heeft de Heer Jezus een prachtig woord. De deur naar mij is open, maar ook het evangelie zullen jullie gaan delen met mensen van wie jullie nu moeten zeggen, het hart zit nog potdicht. Er zullen mensen komen die nu vijandig staan tegenover het evangelie. Er zullen mensen komen en mij aanbidden. Je zult het gaan zien, die nu de deur potdicht hebben. Met honderden grendels erop. De Heer Jezus zegt, let op, want je gaat samen met ze bidden. Je gaat samen met ze zingen. Je gaat samen met hen mij aanbidden en Bijbel lezen. Wonderlijk, wat een bemoediging. Deze kleine gemeente met weinig kracht. Die weinig kan. Wat kunnen wij? En de Heer gaat het mogelijk maken. Wonderlijk toch? De Heer kon het ook bij Paulus. Paulus, als er iemand was die tegenover het evangelie stond, was hij het. Hij stond op het lijstje, onmogelijk, vergrendeld. Maar de Heer grijpt hem. En Ananias denkt nog wel, ja, maar dat is hij toch? Je moet toch bang voor zijn? Nee, ik heb hem veranderd. De Heer maakt iemand van één wenk, van een gesloten deur naar een open deur. En in Philadelphia mogen ze het gaan zien. Broeders en zusters, dat is reden om hoopvol te zijn. Want misschien kent u ook wel mensen die misschien niet letterlijk bij de synagoge van de Satan zitten, maar wiens hart potdicht zit, keihard is.
Broeders en zusters, zou de Heer Jezus niet machtig genoeg zijn? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Zou de Heer die buitenstaanders kunnen bereiken? Uw buren, uw kinderen, uw ouders. Zou de Heer dat kunnen doen? Ja, dat is toch hoopvol, hè? Misschien heeft u ook wel iemand in gedachten nu. En u bidt. En u zoekt. En u kiest uw woorden zorgvuldig. Maar de deur blijft maar dicht. Als de Heer het kan in Philadelphia, kan de Heer het ook hier. En dan mogen we hem vragen. En dan mogen we ook kijken naar hoe wij gemeente zijn. En want je zou kunnen zeggen dat Philadelphia in hun zwakheid, dat ze een missionaire gemeente zijn. Een gemeente die mensen dus raakt, dat het iets doet. Nou ja, hoe moeten we dat doen? Als wij nadenken over missionair zijn, mensen bereiken. En dan wordt er vaak ook gedacht over aantrekkelijk zijn voor de mensen om ons heen. Maar de Heer Jezus maakt hier allereerst duidelijk dat deze gemeente aantrekkelijk is voor hem. Dat is het allerbelangrijkste. Want er staat in vers 8, tweede gedeelte. Want u hebt weinig kracht. En dan staat er, en toch hebt u mijn woord in acht genomen. En dan zegt hij erbij, en mijn naam niet verloochend. Dat is waarom de Heer Jezus deze gemeente prijst. Hij heeft mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Eerst even dat eerste. Mijn woord in acht nemen. In vers 10 staat, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Woord van volharding. Daar zit dus iets in van ze moesten volhouden. Ze moesten dat woord vasthouden, te midden van alle druk, te midden van alles wat er speelde, van alle die deuren die ze zagen. Te midden van alles hebben ze het woord vastgehouden. En omdat die synagoge van de Satan wordt genoemd, moeten we misschien wel denken dat de Heer Jezus wijst op zijn eigen verzoeking. Hij werd verzocht door de Satan en hoe volhardde hij? Door het woord vast te houden. Vast te houden aan het woord tijdens de verzoeking en zelfs aan het kruis. Broeders en zusters, deze gemeente wordt gewaardeerd en krijgt mensen die aan hun voeten aanbidden, ook omdat ze het woord van God vasthouden. Omdat ze zeggen, te midden van alles wat er speelt, houden we daaraan vast. Dan kunnen ze van alles roepen, dan kan Janus van alles gezegd hebben, maar dit zegt de Heer. En dan kan de deur van die mensen van de synagoge van de Satan dicht lijken. Maar dan hou ik me vast aan zijn woord. Broeders en zusters, is dat ook te zeggen van ons? Kan de Heer Jezus tegen u, jou, tegen ons zeggen, tegen mij zeggen, ik geef u een geopende deur, want jullie houden vast aan mijn woord. Dat is jullie houvast. In de gevoelens, in de gedachten is dat jullie anker. Of moet de Heer Jezus misschien zeggen, ik open de deur naar buiten niet, omdat jullie mijn woord niet in acht nemen. Je leeft er niet uit. Het is je basis niet. Je doet er wel iets mee, maar het is niet je fundament. Broeders en zusters, u weet wat de Heer Jezus dan zou moeten zeggen. Het woord vasthouden dus. Maar het tweede wat gewaardeerd wordt is, mijn naam niet verloochend. Ja jongelui, wat is verloochenen? Nou, als jullie denken aan verloochenen, dan komt er denk ik een discipel in gedachten. De discipel die al het haantje de voorste is. En die heet Simon Petrus. Jullie kennen hem wel, hè? En hij verloochent Jezus. En wat doet hij dan? Dan zegt hij tot drie keer toe, ik heb niks met Jezus. Nee hoor, ik hoor helemaal niet bij hem. Dat is verloochenen. Verloochenen is dat je zegt, ik heb niks met hem. Ik hou afstand. Maar deze gemeente, daar kan de Heer Jezus van zeggen, te midden van alles wat jullie op jullie afkrijgen, hebben jullie mijn naam niet verloochend. Heb je niet gezegd, ik heb niks met de Heer Jezus. Kan de Heer Jezus dat van ook van ons zeggen?
Jullie hebben mijn naam niet verloochend. In die WhatsApp-groep. In die vriendengroep heb je mijn naam niet verloochend. In je daden heb je mijn naam niet verloochend. Op je werk heb je mij niet verloochend. Broeders en zusters, die kleine gemeente met kleine kracht wordt geprezen omdat ze het woord vasthouden en de naam niet verloochenen. En zeg dan vanmorgen niet te snel. Maar ik weet zo weinig. En wat kan ik? Mijn geloof is niet sterk genoeg. In vers 8 gaat het dus over weinig kracht. Weet u wat er in het Grieks staat? Microkracht. Micro, dat is heel klein. Deze gemeente stelt weinig voor. Maar komt erachter. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan ben ik misschien maar een breekbare kruik, een aardevat. Maar als de Heer Jezus daarin werkt, zit er een schat in. En werkt Hij dat uit. Ja, zo mag die gemeente zich verwonderen over die deur die open is naar boven, naar buiten. En ook de deur die uiteindelijk open zal gaan naar binnen. Derde punt van de preek. Want we lezen in vers 12. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij God vandaan. En mijn nieuwe naam. Ja, voor ons spreekt dit misschien niet zo. Maar die gemeente Philadelphia, die was in een aardbevingsgebied. En 17 jaar na de geboorte van de Heer Jezus, was daar een grote aardbeving geweest. En Philadelphia was daardoor grotendeels verwoest. Het was zo heftig dat zelfs de grote pilaren waar ze trots op waren, omgegaan waren. Heftig. Maar nu komt de Heer Jezus en die zegt, als je nou zo volhardt, dan maak ik je tot een zuil in mijn tempel, in het nieuwe Jeruzalem. En die zuilen van de afgodentempels, die gingen zelfs door zo'n aardbeving om. Maar die zuil die ik je geef, die Jezus zult zijn, die zal nooit meer omvallen. Gemeente van Philadelphia, jullie hebben weinig kracht. Maar ik maak jullie tot een zuil. Je voelt je een rietstengel heen en weer, ga je op de wind. Maar ik maak je tot een zuil. Jullie hebben microkracht. Maar ik maak je tot een zuil. En misschien voelt u zich soms ook zwak in het geloof. Ja, ik probeer me vast te houden aan Gods woord. Maar dan ben ik moe. Dan gebeurt er iets. En soms word ik verleid en blijf ik staande. Maar een andere keer ga ik zo makkelijk voor de bijl. Ik heb toch die neiging om toch die rug weer te keren naar die deur die open staat. Ik ervaar verleiding van boven, van de duivel. En soms vraag ik me af, haal ik de eindstreep wel als het er dan echt op aankomt? En ik moet sterven, ik moet hem ontmoeten, kom ik er dan wel? En dan zegt de Heer Jezus tegen die gemeente, ik maak je tot een zuil, sterk, stevig, sierlijk, schitterend, zoals Jachin en Boas in de tempel van Salomo, 9 meter hoog, 6 meter omtrek. Jachin betekent opgericht, Boas kracht. Beste gemeenteleden in aardbevingsgebied, jullie zullen vaststaan. Wat het heil van mij betreft, je mag een zuil worden in de tempel. Zo dicht mag je bij mij zijn. Nu heb je soms het gevoel alsof ik ver weg ben. Alsof de vijand dichtbij is. Maar ik maak dat je bij mij bent en nooit meer weg zal vallen. Ja, en dan gaat het ook over dat graveren. Ja, dat deden ze in die tempels. Tempels werden de namen van de goden gegraveerd. De naam van de stad, de naam van de belangrijke dienaren. Maar hier wordt de naam van mijn God ingegraveerd. Zoals de hoge priester in het Oude Testament op de tulband de naam van God droeg. Als een teken van ik ben van hem en wij als volk zijn van hem. En hij beschermt ons, hij zorgt voor ons. Nou zo zul je van mij zijn, ik behoor hem toe.
Ja, de naam van de stad van mijn God. Ja, die stad Philadelphia had een nieuwe naam gekregen. Neo Caesarea, nieuwe keizerstad. Toen die stad verwoest was door die gigantische aardbeving, was de stad weer opgebouwd met behulp van de keizer en kreeg het een nieuwe naam. Om te wijzen op de keizer. Maar hier is het niet de nieuwe naam van de keizer, maar van God. Ja, en mijn nieuwe naam. Daar zit dus iets in van gemeente Philadelphia. Jullie moeten door een moeilijke fase. Het kan ingewikkeld zijn. Deuren kunnen dicht lijken en het kan zwaar zijn. Maar ik geef jullie toekomst. Het ligt misschien niet vast als je denkt aan je eigen microkracht. Maar ik ben de heilige, de waarachtige. En ik open de deur naar boven. Ik open die deur naar buiten. Maar als het moment daar is dat je zult sterven, dan zal ik de deur naar binnen open doen. Ja, als je in hem gelooft, als de Heer Jezus je verlosser is, dan kunnen deuren soms dicht zitten. Maar dan mag je weten, de toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen. Ja, ook vanwege die dichte deuren. U noemt zelfs mijn naam. Maar dan blijf ik bij u, Jezus. En u laat mij nooit meer gaan. We mogen ons verwonderen over zo'n Jezus. Laten we daarom door die deur naar binnen gaan. Want dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheden. Ja, wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen.
zullen we samen tot God gaan. Heren, wij komen tot u. Opnieuw tot de troon van uw genade. En wij danken u, Heren, dat u die gemeente van Philadelphia alle aandacht gegeven heeft die nodig is, maar ook de aandacht naar uzelf trok. En dank u wel dat wij daarin houvast en troost, zaligheid, eeuwig leven mogen vinden. Heren, wij kunnen soms heel zeker zijn van onze zaak. We kunnen soms heel sterk lijken. Maar we zijn soms zo kwetsbaar. En we zijn soms zo klein. Maar we danken u dat we niet onszelf maar groot hoeven te houden voor u. Maar dat we uw woord mogen vasthouden. En dat we naar mogen staan om uw naam niet te verloochenen. Met onze microkracht, Heren, willen we dat proberen. Zegent u daarin en iedereen die in u gelooft. Of we nu al jaren met u leven, of dat we nog maar net echt tot geloof gekomen zijn. Geef, Heren, dat we uw woord zullen vasthouden en uw naam niet verloochenen. Heren, wilt u ons zo zegenen? Als het gaat ook over die deuren, Heren, dan kan het ook pijnlijk zijn. U weet welke deuren er dicht zijn in onze omgeving. Hoe familieverhoudingen soms lastig zijn. Hoe contacten met vroegere vrienden anders zijn geworden. Hoe relaties kapot gegaan zijn. Heren, en we leggen dat bij u neer. Wees ons nabij. En Heren, vergeeft u ook ons eigen aandeel. Of vergeeft u het ons als wij zelf deuren dicht hebben gedaan, gehouden. En wilt u verandering geven indien nodig. Heren, wilt u ons nabij zijn? Zegent u ons vooral ook als we het evangelie in ons hart meedragen en graag willen delen. Heren, u weet van gesloten deuren, ook van mensen die bij ons staan ingeschreven. En Heren, soms lijkt de deur misschien op een kier te staan, of soms lijkt die wel extra zwaar vergrendeld. Wij weten niet hoe we mensen kunnen bereiken, Heren. We doen wel ons best. En we proberen uw woord vast te houden en uw naam niet te verloochenen, maar wij hebben ook maar microkracht, Heren. En als u dan de macht hebt om mensen van de synagoge van de Satan te veranderen, als u dan de macht heeft om Paulus te bekeren, dan heeft u toch ook macht over die mensen die wij nu in gedachten hebben. Heren, we hebben ergens recht op. En u doet de dingen op uw manier. Maar mogen we, alsjeblieft, toch ook pleit op uw genade. U wordt toch niet armer als u geeft. Geef dan, Heren, dat we mogen zien dat daar waar deuren dicht zitten, dat die open gaan. Omdat we samen u mogen aanbidden. En al onze zaligheid van u mogen verwachten. Heren, grote God, zegent u daarin ook het werk van evangelisatie. Missionaire activiteiten hier in Veenendaal. We denken aan de poster en vele andere dingen. Zegent u onze eigen houding. Help ons om vast te houden wat u in uw woord zegt. Als we misschien op een werkvloer rondlopen waar hele andere maatstaven de rol, de dienst uitmaken. Heren, help ons. Zegen ons. En geef dat niemand van ons zal hoeven te schrikken als we voor u verschijnen. Heren, u weet ook als misschien vooral dat laatste stukje van de preek toch ook wel op ons afkomt. Als we zelf in de avond van het leven gekomen zijn, of als de eindigheid van het leven ons scherp voor het netvlies staat. Heere, troost ons. Wees ons nabij. En geef dat we in geloof op u verder kunnen. Omdat wij microkracht hebben, maar u belooft een zuil te maken. We danken u, Heere, dat we onze zaligheid niet hoeven te verdienen. Maar dat u dat wilt geven. Dat we op u aankunnen. Schenk ons dan geloof, Heren. En kom onze ongelovigheid en ons kwetsbare geloof te hulp. U weet wie we zijn. Geef, Heren, dat wij met onze woorden, met onze daden, u niet verloochenen, maar met uw leven
zegent u ons zo in onze persoonlijke omstandigheden. Zegen ons op vakantie, of als we gaan. Geef dat we ook dan lichamelijk, psychisch, maar ook geestelijk mogen opladen. Wees ons nabij in alles, Heere. Zegent u ook de diaconale taken die er zijn, die we ook als gemeente mogen uitoefenen. Ook als we vandaag collecteren voor Stichting Gevangenenzorg. Heere, zegent u het werk van die stichting om gevangenen te bezoeken in hun situatie. Grote God, helpt u ons allemaal. Wees bij de wereld waar we in leven, waarin zoveel dichte deuren zijn. Heere, verbreekt u werk van de boze. Verbreekt u het werk van dictators. Zegent u verkondiging van het evangelie. En geef dat, zoals het in Handelingen staat, dat uw woord doorgaat. En gebruikt u ons zo ook maar in uw dienst. Machtige Heere, we kijken zo op naar u. Wilt u dan, als de heilige, als de waarachtige, als de sleuteldrager, voor ons en voor deze wereld zorgen. Totdat u komt. Ja, Heer Jezus, we zien er naar uit. Dat u komt op de wolken. En we weten dat het uw genade is dat u nog niet gekomen bent. Omdat u nog wil dat er mensen bijkomen. Heren, wat zal dat heerlijk zijn. Om verlost te zijn van ziekte, van zorgen, van tranen, van pijn. En dan u zien. Heren, wat is het dan heerlijk om ons eeuwige houvast bij u te vinden. En voor eeuwig u te eren. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst van de Heren. En daarna zingen we onze slotzang zo mogelijk staande. Psalm 73, het 12e vers.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.